Hoi mama. Hoi mam. Hoi pap. Oké. Hartstikke goed. Blues. Ja, het is een beetje een moeilijk antwoord. Ik heb vroeger in metalbandjes gezeten, maar nu is het al blues. Luke Hancock. Luke Abbott heeft een lievelingsliedje gemaakt, Brazil. Maar Herbie Hancock is wel de artiest waar ik het meest naar luister in de laatste tijd. Live. Ja, ik kan alleen maar live spelen, dus dat is makkelijk, hè. Ik vind het heerlijk om gewoon in het gras te lopen en dat kan in de Panorama Bar niet, dus ik kies voor Fusion. Ik kies ook voor Fusion. Midden-Amerika. Volgende keer Azië. Azië, ja. Volgende keer Midden-Amerika. Festival. Moeilijk. Het is allebei gewoon zijn charme. Als een club aan is, is het fucking magisch en een festival kan gewoon heel vrij en goed aanvoelen. Geen antwoord. Watermelon Man. Ja, Watermelon Man. Jeetje, schrijf. Vispoeken. Binnenland. Kijk nu even onze boeken aan. Ik ben zo heel veel met buitenland bezig, dus ook buitenland. Zo'n goede vraag. Hè? Eerst produceren, dan optreden, maar als je moet kiezen. Optreden. Optreden, ja. 3, 2, 1. Love, zat. Yes, right. Oké, kan ik nu weer mezelf zijn? Ja. Echt leuke vragen, man. Ja, echt leuk.